Welkom bij de 171ste editie van ons Politiek Café Zout. En namens Zout aan alle moedertjes, fijne moederdag. Vandaag zijn jullie allemaal de liefste. In het Zoutvat vandaag, de uitreiking van een felbegeerde wisseltrofee. Gesprek over drugs in Brabant en de Q-koorts, afgewisseld met muziek en columns. En wilt u alles nog eens rustig terugkijken, dan kan dat via de site van onze partners www.openwebcast.nl of via de link op onze eigen site www.politiekevezout.nl. Tijd is onze vijand, dus laten we snel beginnen. Samen met hoogleraar Pieter Tops schreef Jan Tromp het boek De Achterkant van Nederland. Het gaat over de drugscriminaliteit in Brabant, de vermenging van de boven- en de onderwereld. Over drugscriminelen die via stroommannen ook de politiek zijn binnengedrongen. Politie en bestuur hebben het nakijken. Burgemeesters weten dat ze dweilen met de kraan open, terwijl de burgers vaak de andere kant op kijken. Journalisten Jan Tromp en burgemeester Robine Buijs gaan in gesprek onder leiding van Brabants Dagblad-journalist René van der Lee. Heren, dames, welkom aan deze tafel. Jan Tromp, onze gast van vanmiddag, journalist, die trok samen met de Tilburgse hoogleraar Pieter Tops 2 jaar lang door wat zij noemde de achterkant van Nederland. Ze schreven er een boek over. Dat boek kreeg veel publiciteit. Het is ook in Den Haag op de agenda gekomen. Wie het nog niet kent, moet het vooral gaan lezen. Het boek gaat over een illegale schaduweconomie. Een schaduweconomie waarin drugs de hoofdrol spelen, want daar wordt ontzettend veel geld mee verdiend. Een schaduweconomie waarin ook OS een rol speelt, daar komen we later over te spreken. Ik wil Jan Tromp even vragen wat nou de boodschap is die hij samen met Pieter Tops heeft uit willen dragen met dit boek. Toen we met het onderwerp in aanraking kwamen, aanvankelijk langs gescheiden wegen. Ik ben journalist, werk overwegend voor de Volkskrant, heb daar een leven aan journalistiek liggen. Toen tegen mijn, ik heb een vrije rol. Door Wim van der Donk, de commissaris van de Koning hier in de provincie, werd ik op het spoor gezegd van wat we met de verzamelterm ondermijning noemen. Toen ik daarmee aankwam bij mijn redactie en zei, ik ga daar een aantal artikelen over schrijven, toen zei ze, waar gaan die artikelen dan over? Ik probeerde het enigszins aan te duiden. Ja, zetten ze maar, toch niet in Nederland. En zo erg kan het toch niet zijn. Dus dat was eigenlijk de centrale vraag waarmee we vertrokken. Pieter vanuit weer een iets andere, maar even concrete situatie. Namelijk, Pieter is Tilburgenaar. En daar is in 2012 door het toedoen van een overloper vanuit, zeg nou maar even, de onderwereld, is het mogelijk geworden om een beeld te schetsen van de hennepindustrie in Tilburg. Dat is de belangrijkste tak van nijverheid in de 6e gemeente van ons land. Er gaat naar schatting zo'n 800 miljoen aan omzet indoor en 2500 tot 3000 over het algemeen, denk ik, brave Tilburgers verdienen daar hun dagelijkse boterham in die tak van Nederland. Met andere woorden, wat we wilden laten zien was dat er in die parallellen in die schaduweconomie, in die schaduwmaatschappij, zich een enorme macht ontwikkelt, sociaal, economisch, financieel, waarvan we nauwelijks besef hebben, waarvoor we bang zijn, denk ik, waarvoor we graag willen wegkijken, maar die zich in toenemende mate aan ons opdringt en een weg zoekt naar boven in de bovenwereld. En daarmee, en dat is eigenlijk, dan hou ik op hoor, René. Okay. De centrale vraag van het boek is, wie is de baas? Oké, okay. De baas, en er zijn, ja, want de baas, dat zou, vinden wij toch met z'n allen, de overheid moeten zijn. Of wij zelf, brave burgers. Oké, okay. Maar de overheid wordt door ons gekozen. We zitten hier met de lokale overheid aan tafel. Heeft u het boek gelezen van de heren? Ja. Met rode oortjes of wist u het allemaal al? Nou, met toenemende ontzetting. Oké. Waar zat de ontzetting? We zijn natuurlijk bezig als overheid om, als er een hennepplantage in een huis gevonden wordt, om dan te zeggen, ja, dit willen we echt niet hebben in de buurt. Maar het feit dat het niet een
pareltje van incidenten is. Hè? Dus een snoertje van incidenten. Maar dat er echt een heel welbewust systeem achter zit. En dat je echt te maken hebt met een parallele economie en een parallele samenleving. Dat vond ik schokkend. Dat was het nieuwe voor u. Terwijl u toch al een aantal jaren meeloopt. Ja, het is weten. Je zit altijd op de vraag van... In hoeverre is het nou anders? We hadden in het verleden ook struikrovers. En we hadden, je hebt altijd criminelen gehad. Dus de vraag is altijd iets, ja, wat is nou crimineel en wat wel en wat niet. En wat heb ik als overheid wel te doen en wat heb ik niet te doen. Dus dat was wel een afweging. Maar dat het zo systematisch in je maatschappij zit. En dat zoveel mensen er eigenlijk wel van weten, toch van mee profiteren, maar dat je ook bijna geen kans hebt. En dat je daarmee echt de democratie ondermijnt. Dat vond ik een hele zware. Komen we nog over te spreken. Eerst even naar Os. Want het boek heet De Achterkant van Nederland, maar het had eigenlijk net zo goed De Achterkant van Brabant kunnen heten. Want het speelt zich toch wel voor drie kwart, denk ik, af in Brabant. Over Os schrijven de auteurs dat de stad altijd een voorhoederol heeft gespeeld in de plattelandscriminaliteit. Dat is niet te ontkennen. We kennen allemaal de films en de boeken. Maar wat daarop volgt, is dat dat nog steeds zo is. Want, ik citeer nu even, menigeen in Os heeft het niet breed en onveranderd naait de Ossenaar zijn eigen naad. Herkent u zich in deze beschrijving van uw onderdanen? Ja. Laten we nou eerlijk zijn. Uiteindelijk is het zo, iedereen moet hier zijn eigen geld verdienen. De overheid heeft nooit naar Os omgekeken. Is zelfs grootscheeps vertrokken. Hè. We hebben weinig belastinggeld hier te verspijkeren. Ja. We hebben hier geen ziekenhuis. We hebben hier geen waterschap meer. We hebben hier, snap je, alles is weg. Ja. Er is veel gebeurd afgelopen tijd. En Ossenaar heeft... Ik bedoel, wij waren ook al ruim een half jaar bevrijd voordat de rest van Nederland bevrijd was. In de tussentijd ging men gewoon de brandweer doen. Snap je? Tegen de tijd dat de overheid nog eens wat te verzinnen had, was het hier allemaal weer geregeld. Dus de cultuur is wel innoveren, ondernemen, zelf doen. Dat herken ik absoluut. En dat heeft dus een valkuil. En zelf doen, dat is dan ook pillen, wiet. Dus er zit ook een andere kant aan. Oké. Ja, die zich, als ik mag, die zich ook wel laat verklaren. Ik denk dat Os, maar er zijn veel meer plekken in Nederland, veel meer dan we misschien geneigd zijn te denken, die min of meer vergelijkbaar zijn. Wat centraal is, althans in de analyse zoals Tops en ik die in dit boek hebben proberen te ontwikkelen, is de gedachte dat op heel veel plekken sprake is van feitelijke of vermeende achterstelling. En voor het effect, of het nou daadwerkelijk zo is of dat men het ervan maakt, maakt niet zo bar veel uit. Heel veel mensen hebben reden om zich achtergesteld te voelen. Wij grijpen terug op, laten we zeggen, 30 jaar geleden, toen het neoliberalisme in Nederland daadwerkelijk doorzette. En nou ja, de mooiste kreet vind ik nog altijd die van Jan-Peter Balkenende, toen premier. Die riep, waar is die VOC-mentaliteit? Op die half chagrijnige, dwingende, zeurderige toon. En wat hij daarmee bedoelde is, mensen, zorg voor jezelf. Het was de ontkenning van het feit dat heel veel mensen in heel veel situaties verkeren waarin ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. De overheid trok zich terug op die golven van neoliberalisme. Er kwam een cultuur van zelfredzaamheid. En die heeft zich ook wel gevestigd in die wijken. Een cultuur van zelfredzaamheid, maar op een criminele manier. VOC staat voor verenigde, ondermijnende criminaliteit. Oké. Ik ben benieuwd of de burgemeester die analyse deelt. De burgemeester zit hier als burgemeester, maar ik meen ook te weten dat ze lid is van de VVD, een partij waar het voor jezelf opkomen toch hoog in het vaandel staat. En een partij die ook het ondernemen graag toejuicht. Die analyse zoals uw linkerbuurman die schetst. Ik denk dat er een groot deel in zit. Ja. Ik denk dat het mooie van dat ondernemen, het innoveren en dat geld verdienen, dat we dat hier zien in de rijke ondernemerscultuur die we hier in Os hebben. Je ziet het over om je heen. We zagen net Ton Kemkes. Dus ook echt de absolute kwaliteit van die kant. En daar zit een valkuil aan. Er zit gewoon echt een andere kant aan. En daarom vind ik het wel mooi. De achterkant van Nederland, de achterkant van die cultuur wil zeggen dat dat ook hier plaatsvindt. Ja, oké. Maar dan komen we bij de vraag, wat eraan te doen? Want we zijn het eens met de vaststelling dat het zo niet door kan gaan. Want er is het woord illegaal geeft al aan. Het deugt niet. Ja. Wat kunt u eraan doen? Nu als burgemeester van een
middelgrote stap? Nou, dat is voor mij nog steeds niet een weet. Dat blijft een samen ontdekken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we in de positie komen dat we goed signaleren. Ik denk dat dat een belangrijke is. Dat we dingen aanpakken. Dus daarom zijn we overgegaan tot het sluiten van huizen als er hennepkwekerijen zijn. Omdat we echt mensen zich moeten laten realiseren. Ja, het wordt niet leuk. U scoort goed in de lijstjes, hè, als het gaat om het sluiten van drugspanden. U staat in de top. Nou ja, dat kan. Dus dat zegt iets over, mensen, over dit toch, gebied. Dat is toch wat al te hard en dat is wat zielig. Dat is soms ook zielig, omdat er natuurlijk mensen worden onder druk gezet. En die mensen zijn gewoon een pion in een crimineel spel. En die zijn in een situatie gekomen waarin ze soms gedwongen dat worden doen. Maar ja, als je daar niet heel hard in bent, dan maak je de verleiding te groot. En het moeilijkste vind ik, het gaat om zo ongelooflijk veel geld, dat de verleiding zo groot is. En de vraag is, wat kun je bieden? Dus waarom zijn wij zo fanatiek op die jeugdgroepen? Wij willen voorkomen dat kinderen, dat mensen erin getrokken worden. Dus wij gaan integraal met jeugdgroepen en we gaan echt kijken, zitten daar dan criminele elementen? Zijn ze wel of niet gerelateerd aan de industrie? Kunnen we daarmee door? Kunnen we ze fatsoenlijk werk geven? Kunnen we ze een plek geven in de maatschappij? En er zijn natuurlijk altijd mensen die daar niet voor kiezen. Mm-hmm. En er is wel heel veel criminaliteit, is ook echt drugsgerelateerd. Ja. En dan niet alleen het produceren of het verhandelen of dat, maar ook het gebruik. Dus veel huiselijk geweld is echt terug te herleiden op het gebruik van pillen. Ja. Iemand die normaal doet en even de kamer uitgaat en daarna volledig stoom terugkomt, flipt. Ja. En, ja. Zijn dat de uitzonderingen? Ja. Op wat? Op de regel. En hoe luidt de regel? Dat er heel veel drugsgebruikers zijn. Ja, er zijn heel veel drugsgebruikers die niet tevreden. Maar ook altijd van dit soort excessen? Ja, excessen van de huisgerelateerde criminaliteit zie ik toch wel dat een groot deel uit drugsgebruik voorkomt. Ik vraag er namelijk, omdat we als we het hebben over drugs in Brabant. Ik merk het net aan mezelf, heb het over Ossen. Ik zit hier eigenlijk gewoon te lachen. En dan zit ik een metafoor. Je weet het toch? Ik weet is het toch allemaal niet al lang. Ik weet niet je kent ze toch ook allemaal? Ja. Ja, dacht ik. En in de stad, dan kom ik daar en dan betaal ik met mijn pin. En dan zeggen ze, oh, betaalt u met pin? En dan zeg ik, oh, betalen dan veel mensen contant. Waarom denk je dat onze stad zo goed draait? Ja. Nou, dat geeft... Dat, voortdurend, dat vind ik zo fascinerend eraan. Iedereen weet het toch? U hebt het nu over de jeugd. Wij zijn bezig, Tops en ik, met een verhaal over scholen. Die overal in Nederland, lang niet alleen in Brabant, ook in Brabant, maar tot diep in de Randstad. Scholen die geïnfiltreerd worden door drugsbendes, waar jonge kinderen geronseld worden voor couriersdiensten en meer. Dat gebeurt, naar onze stellige indruk, op vrij grote schaal. Er wordt heel veel weggekeken. Iedereen weet het. U weet wie het zijn. Dat zijn de... Mag ik iets voorlezen van Jan Boelhouwer? Jan Boelhouwer is een dappere man. Ik wil niet zeggen dat u niet dapper bent. Jan Boelhouwer is een dappere man. Ik ben fan van hem. Hij is burgemeester van Geelse Rijen en hij gaat erop af. Hij zegt, ik kan het niet accepteren omdat het fundamenteel raakt aan onze democratische rechtsorde. En ja, dat klinkt heel plechtig, maar eerlijk gezegd gaat het niet om minder dan dat. Boelhouwer zegt, die getatoeëerde armen, stapvoets door de wijken, zomer en winter, echt stapvoets. En steeds om te laten zien, wij zijn hier de baas. Je merkt dat mensen bang zijn. Ze zien het, ze voelen het. Ze zien die getatoeëerde armen. En ik vind het fascinerend dat onze beschaafde wereld zich in die richting kan ontwikkelen. Tegelijkertijd is het natuurlijk sinister en ongelooflijk onheilspellend. En nou ja, je vroeg... Ziet u zulke auto's, zulke figuren in auto's rondrijden in uw... Nou ja, ons is een van de weinige plekken waar nog geen motorbende een clubhuis heeft. Ook al staat het in het andere boekje wat van de week verschenen is, staan we wel zo genoemd. En dat is echt te wijten aan een zeer actieve politie- en wijkagent. Mm-hmm. Wij controleren ook de beveiliging in de stad. Ja.
Dus wij zijn echt wel heel scherp. En we hebben zo'n controle, kwaliteitskeurmerk uitgaan om echt te zorgen dat we ze uit de stad houden. Oké. Fijn dat u deze zegening kunt tellen. Ik wil wel een ander punt aansnijden. Een ander punt dat ook wel gevoelig aan ligt. Woonwagenbewoners. Het is gevoelig omdat het stigmatiserend is. En het is gevoelig omdat we met z'n allen weten dat niet alle woonwagenbewoners crimineel zijn. Maar het boek van Tops en Tromp maakt duidelijk dat woonwagens wel overmatig in deze tak van criminaliteit vertegenwoordigd zijn. Ik wil een citaat voorlezen dat in het boek is opgeschreven door Tops en Tromp. Het is van Wilbert Paulussen, die is hoofd van de landelijke recherche nu, is hooggestegen. Was eind jaren 90 districtchef hier in Os. In dat boek zegt hij dat hij 2 tot 3 uur per dag kwijt was aan woonwagenkwesties. Laat het even tot je doordringen, 2 tot 3 uur per dag. Ik zou zeggen, dat was jaren 90. We wisten het toen al wat er aan de hand was. Ik heb niet de indruk dat het nu veel minder is geworden. Maar u gaat erover. Ja, nou, ik denk dat er inderdaad die dubbelheid in zit. Want niet alle woonwagenbewoners zijn crimineel. En er zijn ook criminele woonwagenbewoners. Het heeft dus niks met de manier te maken waarop men woont. Maar het punt is, het is een gesloten cultuur. Mm-hmm. En een gesloten cultuur is... we regelen het zelf wel. Dus daar zit die voorwaarden, die zitten daarin. En dat wil zeggen, men lost het zelf op. En ja, dat is dus een verhaal. Maar is het niet wrang dan dat een overheid al 20, 30, misschien al nog wel langer daar geen grip op krijgt? En als dat zo is, wat moet er dan gebeuren om die situatie te veranderen? Nou ja, ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is. Omdat je het wel hebt over de waarde die wij hechten in de democratie en aan de rechtsstaat. Is dat je zorgvuldig onderzoek doet. Dat je bewijzen moet hebben. Dat je, en we gaan niet mensen zomaar vastzetten. En we gaan niet overal camera's plaatsen. En je moet met maat kijken wat je wel en wat je niet kunt doen. Maar dat zijn niet zaken die hier in het basisteam gebeuren. Kijk, dus dat zijn zaken die echt op landelijk niveau gebeuren. Tops en ik die zeggen centraal in dit boek, het is een maatschappelijk probleem. Tuurlijk, het is een probleem van criminaliteit, absoluut. Maar in zijn essentie is het een maatschappelijk probleem. Het is een scheefgroei die tenminste al 30 jaar duurt en die je dus niet in 1 kabinetsformatie omdraait. Wat je nu ziet, in Brabant, ook wel daarbuiten, zijn interessante initiatieven... Maar ze zijn wel van de lange adem, dat moet je voortdurend voor de geest houden, om bijvoorbeeld burgers te betrekken bij herstellen van normen. Jan Hamming is burgemeester van Heusden. Dat is een slordige vlek van 18 kernen. U kunt er beter niet komen. Maar, de heer Tromp woont in een van die kernen. Ik woon daar, ja. Toevallig. Oud-wethouder van Tilburg. Een oud-wethouder van Tilburg, zegt de burgemeester. En zo is het. En wat ik nou wil zeggen is... die Hamming die stuurt naar alle 18.000 adressen in Heusden... stuurt hij een brief. Waarin hij zegt, in de kop, niet wegkijken... maar aanpakken. En hij noemt het een burgerplicht om als je wat ziet, om dat te melden. Ik heb een tijd in New York gewoond, ik was er weer 2 weken. En nu zie je overal in de stad, in New York, if you see something, say something. Als je iets ziet, zeg het, benoem het, treed naar voren. Dus wat je daar ziet is dat er geprobeerd wordt op een sociale basis... misschien zelfs wel een nieuwe gemeenschap te vormen. Gaat het helpen, die brief in Heusden? Ik zei tegen Jan Hamming, weet je wat je doet met die brief? Je roept op tot verklikkerij. En je nodigt mensen die een klerenhekel hebben aan hun buren uit om hen te verlinken. En toen zei hij, dat zal zeker gebeuren. Maar daarnaast en daarin boven vind ik het van belang dat we, als we hier niet mee beginnen... Als we niet, want we kunnen wel de justitie erop zetten en we kunnen de belastingdienst erop zetten en we kunnen proberen die bendes in hun kruis te grijpen, namelijk op hun gevoeligste plek, dat is het geld. Je kunt ze geld afpakken, maar het geld zit al lang in de zoom van de overgordijnen van hun schoonmoeder of is begraven in bossen. Dat is allemaal wat dan heet collateral damage, dat is schade die... ingecalculeerd is. Hamming zegt, als we niet bij de gemeenschap zelf beginnen en hen ervan bewust maken dat ze die wereld moeten doorbreken,
dan komen we er nooit. Dus daarmee is het gedefinieerd, waar Tops en ik het van harte mee eens zijn, tot een sociaal probleem. Het zal erg lang vergen voordat we dat weer goed hebben. Maar het moet wel. Er is echt een objectieve noodzaak om het te doen. Ik hoorde het verhaal dat er in de Randstad, hij wilde de... Het was een hoge man van de recherche, hij wilde de stad niet noemen. Dat is een pinautomaat die grote bedragen levert. Daar is in nog geen 3 jaar voor 230 miljoen gepind. Daar is, ja, dat is toch absurd. En waarom? Omdat je daar dat zijn witwasoperaties. Dan zeg ik, geldt er geen meldingsplicht voor de banken? Ja, er geldt een meldingsplicht voor de banken. Maar de banken verzamelen. Dus die melden pas nadat ze een bundel verzameld hebben, na 2 of 3 maanden. Dan gaat het naar een organisatie die filtert. En die pakt de meest, laat ik zeggen, winstgevende. Een hele zooi blijft liggen. Daar gebeurt nooit wat mee. Hamming, Boelhouwer, al die burgemeesters, die worden uitgelachen door de criminelen van hun gemeente. Want die jongens die trekken een lange neus. Die weten, wij trekken aan het langste eind. En dat moet men zich bewust zijn. Ja, op een gegeven moment is geld natuurlijk niet meer genoeg voor iemand. Hè? Want je kunt het ook verder niet kwijt. En ergens komt dan, ik weet niet of jullie die behoeftepiramide van Maslow, maar ergens komt erkenning. En dan wil men gezien worden. En dan gaat men dingetjes sponsoren. Dan gaat men in clubs aan de slag. Dan komen we op het punt van de ondermijning. Dat is een begrip geworden de laatste jaren, sinds de overheid hier echt een vuist tegen maakt. Ondermijnende criminaliteit. Het geld van de onderwereld belandt in de bovenwereld. Jan Tromp stipte het net al even aan. Pieter Tops heeft de stelling geponeerd dat een kwart van de Tilburgse middenstand failliet zou gaan als het geld van de drugsindustrie zou wegvallen. Zou dat in Oost dan heel veel anders zijn? Ja, daar kan ik geen zinnige uitspraak over doen. Nee, maar wat denkt u van zo'n uitspraak die hij over Tilburg doet? Ja, hij heeft daar blijkbaar 800 miljoen aan. Maar wat is uw gut feeling? Mijn gut feeling is dat ik vond dat midden in de crisis er nog veel winkels open waren in Os. Wat zegt dat? Dat er veel met contant geld betaald wordt en dat er veel wit gewassen wordt. Dat wij gewoon hele goede ondernemers hebben, Robine. Ja, dat zonder meer. Nee, maar kijk, in zo'n plek als Schilderij, ik weet niet of het nog steeds was, maar toen ik daar rondbanjede, waren er... Ik zei tegen Boelhouwer op een gegeven moment, ik zei, wat heb je toch ongelooflijk veel van die ellendige kebabwinkels. Ja, er waren er 15 in Schilderij. En ik hoorde meneer hiervoor fluisteren, kapsalons. Zonnestudio's, er zijn tal van verkapte economische activiteiten die de grote jongens in staat stellen om hun geld wit te wassen. Breaking Bad is erg interessant. Ik weet niet of mensen het gezien hebben, maar zo niet, dan kan ik het je echt aanraden. Dan heb je een enig idee van waar het om gaat. En het punt is, want ik vind hem heel lastig, hè, want ja, wat kun je wel, wat kun je niet? Ik denk dat is echt een hele lastige. Maar uiteindelijk wil ik dat mensen opgroeien in een gemeenschap waar ze kansen hebben om in de gewone economie hun geld te verdienen. Dat ze niet achterom hoeven te kijken voor zichzelf of voor hun kinderen. Dat ze niet als ze een baby hebben liggen boven bang moeten zijn dat de brand uitbreekt omdat er daarnaast een hennepschuur is. Dat ze niet bang hoeven te zijn als hun kinderen in het speeltuintje spelen dat er schietgrage mensen komen die een hennepkwekerij willen rippen. Dus focus 1 is een veilige omgeving om op te groeien. Focus 2 is voorkomen dat kinderen, mensen in een situatie komen waarin ze zo erg zijn dat ze inderdaad die duivelse keuze hebben en dat ze in het systeem getrokken worden. Dus juist die sociale zwakkeren niet onder druk. Zorg dat je die signalen hebt en zorgen dat je erbij bent. En 3 is,
Als overheid doen wij geen zaken met criminelen. Dus vergunningen aanvragen, dat soort zaken. Biebelprocedures. Biebelprocedures, aanbestedingen, niet aan meedoen, prijzen, nou noem maar op. Gewoon echt altijd checken, wie zijn het, waar ga je wel mee op de foto, waar laat je wel uitnodigen, dat soort dingen. En als vierde is echt als integrale partner samenwerken met politie en belastingdienst om te kijken wat we kunnen doen. Even over die biebelprocedure. Is het al in Os gebeurd dat jullie een vergunningsaanvraag krijgen en dan zeggen van nou, dit stinkt, gaat niet door? Ja. Vaak? Weten de mensen wat biebelprocedure is? Een biebelprocedure is een procedure waarbij de gemeente kijkt of een aanvrager van een vergunning of die iets op om een winkel te beginnen, of zijn café, of iets op zijn kerfstok heeft. Ja. En met name de exploitatie, ook van cafés. Dus sommige branches. Hè, we hebben de branches hebben we uitgebreid, ook naar vervoerssectoren, naar horeca, noem maar op. Maar het is een effectief middel, zegt u? Ja, in die zin dat mensen recht hebben om hun biebelonderzoek te zien. Dus kun je nou toch voorstellen, je bent crimineel en de gemeente is zo vrij om biebelonderzoek te doen. Wat doen ze dan? Dan doen wij een aanvraag bij het ministerie van Justitie. Die halen alle registers leeg. Ja. En dan vervolgens krijgt de crimineel zo'n boek over wat er beschikbaar is bij alle officiële overheidsorganen over zijn handel en wandel. Ja, dus die kans en drie jaar later wordt er dan opnieuw een vergunning aangevraagd. En dan gaan we weer de boek in en dan blijken alle gevoelige dingen die blijken niet meer aan de orde te zijn, dat verband is verbroken, die werken ze niet meer mee samen, dat kan niet meer. Dus ja, het is effectief, maar dat was dus even. Nou, wat ook niet helpt, is dat in die biebelprocedure, is dat schoondochters dat de stroommannen worden ingezet. Dus we waren, ik kan me nog goed herinneren, toen dat instrument begon, waren we buitengewoon trots op ons eigen. Ja. We hadden ze bij de TAAS. Ja, maar dat was maar heel kort. Heel kort, dankjewel. Als ik jullie goed begrijp, dan zou eigenlijk die bewustmaking, en om die keten te doorbreken, zou bij de samenleving moeten beginnen bij de burgers zelf. Wie beschermt de burgers? Nou ja, kijk, de burgers hoeven niet in één keer. Ik zal een concreet voorbeeld noemen. Dat is misschien het beste. Als crimineel was het een tijd zeer in de mode om 3, 4, 5 auto's te hebben van 100.000 euro of meer. Wat kon het schelen? Want het geld dat zat letterlijk in de grond. Dat doen ze niet meer. Omdat ze in de gaten hebben gekregen dat hen dat te veel in de peiling brengt. En voor een goede beroepscrimineel is het van belang om onder de radar te blijven. Goed, men huurt auto's. En nu is er, het is vanuit gemeenten begonnen, maar het is nu overgenomen door, ik meen zelfs het ministerie van Justitie. Er is in ieder geval een soort van afspraak met de BOVAG, de koepelorganisatie van autoverhuurbedrijven, dat men daarop gaat letten. Dat men een figuur die met flappen van 500 komt aftikken, dat men tegen zo iemand gaat zeggen, nee, ik verhuur niet aan jou. Dat neemt niet weg dat er nog steeds tal van autoverhuurbedrijven zijn die niet bij de BOVAG zijn aangesloten en die garen spinnen van die manier van werken. Maar, nou ja. En dat zijn een heleboel systeemdingen, hè? Maar ik kan me voorstellen als je nou straks naar buiten gaat en je denkt, ja, weet je, iedereen van jullie weet het. Je kennen allemaal namen, jullie weten allemaal wie, en ik kom hier van buiten, dus ik weet nog een stuk minder, zullen we maar zeggen. Inmiddels niet meer, hoop ik. Ja, nee, inmiddels niet meer. Ja, het zijn ook niet allemaal mensen die bij ons met schulden. Op de radar staan. Het zijn gewoon ook vaak gewoon mensen die gewoon twee verdieners die het goed hebben en die dit er gewoon aan de zijkant ook bij doen. Ja, en de vraag maar dat is moet je wat ook goed in de gaten. Het is onderwereld en bovenwereld, maar het is niet digitaal. Het is niet een scherp onderscheid. Dat maakt het ook zo spannend, maar ook zo moeilijk om aan te pakken. Er zijn grote jongens die blijven buiten schot. Ja. Er zijn uitvoerders op allerlei niveaus. Er zijn mensen die een graantje meepikken. Er zijn mensen die naast hun uitkering, moeders van 3, 4 kinderen, die alleen staan en die een bijstandsuitkering, voor wie het zeer welkom is dat ze voor 25 euro per uur hennepplanten kunnen knippen. Ja.
En die beschouwen dat niet, en dat moeten we ook begrijpen en onderkennen, die beschouwen dat niet als een criminele daad. Integendeel. Het is een complex probleem. De Brabantse burgemeesters hebben samen met die taskforce die hier al een paar jaar bezig is, het kabinet geschreven. Wij willen geholpen worden en we hebben nodig een strijdkas van 150 miljoen euro. Gaat dat helpen? Gaat dat de oplossing bieden? Nou, één, je agendeert het probleem, hè? Dus het wordt een keer serieus genomen. Ik denk dat dat een issue is. En twee, het is zo complex en we willen die rechtsstaat blijven. Dus we zorgen dat we dingen zorgvuldig uitzoeken. En dat kost gewoon heel veel tijd. En ik wil mijn blauw ook op straat hebben. Ik zit nu met name in de preventie om te kijken wat ik met de jeugdgroepen en dat soort dingen kan doen. Maar ja, ik kan wel wat meer mensen gebruiken. Er blijven hier te veel zaken te lang liggen. Ook bij de politie bedoelt u? Ja. Ja, en bij het openbaar ministerie. Alles is ingewikkeld aan dit probleem. Er is een chronische ondercapaciteit bij openbaar ministerie en politie. En dat leidt ertoe dat men tegen zaken aanloopt die men kan aanwijzen. Als foos, als niet deugend. Maar men heeft domweg de tijd niet, de manschappen niet om er iets aan te doen. En alweer trekt de tegenpartij een lange neus. En het legaliseren van de hele keten, dan heb ik tegenover wiet. Als je alle criminaliteit wil legaliseren, dan moet je gewoon alle wetten afschaffen en alle regels hoe wij samenleven. En dan heb je geen criminaliteit meer, want niemand overtreedt de wet. Maar even specifiek over die wiet. Nodig, ja. Dat moet je doen om redenen van zelfrespect. We hebben al te lang de grote leugen in stand gehouden dat je namelijk wel wiet kunt kopen, maar dat het er niet mag zijn. Hoe lang willen we onszelf belazeren? Dus reguleer dat. Maar denk niet dat dat een einde brengt aan de criminaliteit in die sector, omdat 80% van die markt bedoeld is voor de export. Ja, maar ook GHB en pillen. Dus en GHB en pillen, dat komt erbij. Dus het blijft buitengewoon lucratief om die markt te betreden voor wie veel geld wil verdienen. Hier zijn we voorlopig niet vanaf. Mag ik nog één vraag stellen aan de burgemeester van Os? Want het is zo dat Brabant trekt gezamenlijk op om dit probleem te tackelen. Is het niet lastig dat u als burgemeester van Os anders dan voorheen niet meer aan die tafel zit waar de grote besluiten worden genomen? Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik niet in de keten mijn dingen niet kan doen. Dus okay. Het is echt geen enkel probleem. Nee, okay. Helemaal niet. Maar anders dan vroeger kunt u... kunt u veel moeilijker aanwijzen van hier gaan mijn agenten naartoe? Oh, ik werk uitermate prima samen met het basisteam en met de regio. Okay. Nee, dus het speelt absoluut niet. Ik ben echt een groot voorstander van de landelijke politie. Okay. Ik denk dat er erg veel inefficiëntie weg is. Ik vind dat we heel snel kunnen opschalen. Er zit een expertise waar we gebruik van kunnen maken. En er is alleen maar één probleem. Als je een politieagent wil hebben in een basisteam, zijn er 400 criteria. Hè? Ja. Heb je wel, waar woon je, nou, dat soort dingen. En ik heb wel het gevoel dat er 400 criteria zijn verzonnen om de politie uit ons Brabant te houden. Okay. En dat is wel een probleem. Dus we moeten echt, en daarom timmeren we ook zo zwaar op tafel. Er moet gewoon meer politie naar Brabant. Okay. Ik las in het Brabants Dagblad dat u genoemd werd als een van de mogelijke kandidaten voor de opvolging van Ton Rombouts in Den Bosch. Dus ik dacht, misschien heeft dat daarmee te maken, maar... He? U heeft niet gesolliciteerd? Nee, ik heb niet gesolliciteerd. Okay. Ik heb bij mijn aanstelling hier gezegd, ik ben burgemeester in Os. Punt. Oké, okay, dan is dat ook weer uit. Wanneer was die aanstelling? Bijna 6 jaar geleden. Dat bedoel ik. Dus na 6 jaar komt er een nieuw moment. Ja, maar ik ben net 2 weken geleden voorgedragen voor herbenoeming. Oké, okay, dus u blijft gewoon. Maar wat wel interessant was... Kunnen we dit uit de wereld krijgen? Ja, dus ik zou het niet in huis klaar, dat is goed voor jullie. Op onze nieuwjaarsreceptie liep dus iemand rond en die vroeg aan een collega van mij, wat vond je van die nieuwjaarsspeech van de burgemeester? En toen zei de collega, nou dat is goed. En toen zei ik, geniet er maar van, want dit is de laatste. En dat is dus ook ondermijning. Okay. Ondermijning van wat? En ondermijning van het zwart maken van mensen, snap je? Niet helemaal, maar vindt u dat daarmee aan uw geloofwaardigheid wordt geknaagd? Ja, dat vind ik wel. Dus dan merk je dat op andere manieren soms inderdaad er dingen besproken worden waarvan je denkt, hey, dat vind ik niet goed. Maar dat veronderstelt dat er een zekere opzet achter die omdat degene dat die het kwaadsprekerij dat zij was. Wel gelieerd is aan een kring van.
aan een kring van? Mensen die bezig zijn met criminele activiteiten. Oh, zo'n verkapt dreigement eigenlijk. Interessant, hè? Ja. Ja, zo is die, zo ondershuis. En heeft u op dit terrein al meer mee beleefd in Os? Nou, kleine dingen, maar niet groot. Okay. Maar hoe dan ook kunnen we concluderen dat we en niet van de drugs af zijn, maar gelukkig voorlopig ook niet van Robine. Zo is het. Dank u wel. Oké. Okay. Dank u wel voor dit gesprek. Gedaan. Jan Tromp, Robine Buijs, René van der Lee, bedankt. De ontwerperskring Os reikt regelmatig een wisseltrofee uit aan een ondernemer die een zichtbare bijdrage levert aan de kwaliteit van de binnenstad van Os. Vandaag wordt de prijs uitgereikt aan... Voordat we dat bekendmaken, gaan we eerst even in gesprek met kunstenaar Ton Nijhoff van de ontwerperskring. En daarna eventjes kort met restauratieondernemer Tom Kemkens, die de wisseltrofee nog slechts 10 minuten in zijn bezit heeft. Ton, mag ik jou aan tafel uitnodigen. Ton, nog even snel voor onze bezoekers. Wie en wat is de ontwerperskring en van waar de wisseltrofee? De ontwerperskring is een club enthousiaste mensen vanuit de architectuur, beeldende kunst, stedenbouw, landschap, architectuur, fotograaf, et cetera. En die club die komt al zo'n 15 jaar bij elkaar en organiseren van alles. Van excursies tot lezingen. Dat was het? Dat is de ontwerperskring. En het zal nu 10 jaar geleden zijn dat de bouwhekken van modehuis Ter Horst van Geel van het pand verwijderd werden. En wat er toen zichtbaar was, dat was een verrassing voor half Os. Of misschien wel voor heel Os. Oh ja. Hier hebben we nog een paar plaatjes van Ter Horst van Geel. Toen dat gebeurde en toch wel veel mensen daar heel enthousiast over waren, toen hebben we er in de kring over gesproken. Moeten we dit niet stimuleren? Moeten we dit niet een stimulans geven van extra onder de aandacht brengen? Kijken of we de kwaliteit van de buitenruimte toch wel wat beter kunnen krijgen. En wie zit er allemaal in zo'n ontwerperskring, Tom? Henk Arians zit erin, Floor Molle zit erin, Chris Berijn zit erin, Martina Grijs, stedenbouwkundige, Esther Kruid, landschaparchitect, Ben van Schaik. Een boekuitgever, groot letterboek. Dus eigenlijk een heel gemeilleerd gezelschap. Ja. Is het dan niet ontzettend lastig om dan iets te gaan kiezen? Want iedereen die zal er toch een eigen mening over hebben, lijkt mij. Ja, dat is niet zo moeilijk wat betreft de wisseltrofee. Er wordt niet iedere week een nieuw pand opgeleverd. Hè? Dus tussen de eerste, dus van Ter Horst van Geel, en de volgende, de ijskiosk van Venezia. Dat heeft geloof ik 3 jaar geduurd. Voordat er weer iets was dat ze zeiden, nou dat is weer spraakmakend. Hè? Dat is weer een pareltje voor Os. Dus we kijken gewoon wat er gebeurt in het centrum. En als er iets is en we vinden dat een aanleiding om de prijs door te geven, dan wordt het bij ons besproken. Van, doen we dat wel? Vinden we dat goed genoeg? Vinden we dat minder goed? Maar vandaag zijn we weer blij, want we geven hem nu voor de 5e keer weg. Ja, Ton, kijk, we hadden nog een paar foto's eventjes, op de rol staan. Eventjes vlug, kunnen we eventjes vlug doorklikken. Dit is Ter Horst van Geel. Ga maar door, Sjoel. Dus even voor de herinnering. Ja. Dan krijgen we de ijssalon van Venetië. Dat werd door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit werd het een pareltje genoemd. Als ik dat zo goed zie, hè, Tom, is het volgens mij dit gebouw het enige wat een beetje zeg maar, nieuwe architectuur is. En de rest is eigenlijk allemaal een beetje historisch dan wel. Het is historiserend, retro. En dat hebben wij niet in de hand. Wij bepalen niet wat er in Os gebouwd wordt. We kijken hoofdzakelijk naar kwaliteit. En van de kring denken ze ook af en toe wel, het wordt toch tijd dat er weer eens iets van vandaag gebouwd wordt. En ik heb het idee dat dat gaat gebeuren. Dus, ik weet niks. Nee, ik ook niet. Maar het Gengske natuurlijk. Ja, het Gengske, dat is de derde. Dat is van de ondernemers daar samen met de gemeente. En die hebben dat steegje, een historisch steegje in Os, dat toch behoorlijk aan het verloederen was. Hebben ze toch helemaal mooi teruggebracht, zodat het daar weer
fijn is om erheen te wandelen. Ik heb begrepen dat de winkels nu toch weer iets minder worden. Dus er zijn er weer nieuwe projecten bedacht om daar jonge ondernemers plaats te vinden. Dus dat is een steegje die je eigenlijk alleen in grote binnensteden ziet. Hè. In Antwerpen ken ik een paar van dat soort plaatsjes. Dan gaan we naar de vierde, dat is Patrimonium. Dat is van Tom Kemkes. Die heeft de prijs gekregen voor zijn totale oeuvre. Die restaureert overal pandjes in de binnenstad van Os en buiten Os. En dan is het misschien wel fijn, want dan zijn we door de dia's. Dit is in de Kerkstraat. Een detail. Ja. Dan krijgen we de Peperstraat. Daar heeft het Patrimonium toch wel twee fraaie panden neergezet. Het oude stadsarchief en de bistro. Maar we hadden wel, denk ik, een 50 foto's van Patrimonium kunnen laten zien van wat de firma Kemkes hier in Os gedaan heeft. Misschien leuk om Tom een beetje aan tafel te vragen. Ja, precies. Tom, kom even gezellig erbij zitten. Goed. En ook dat ik hier mag zijn. Ja, tuurlijk. Nou, leuk dat je er bent, sowieso, ja, Tom. Zo is het. Nou, we hebben het er net al over. Hè. Waarom lukt het jou wel om al die panden zo in die staat terug te krijgen? Want er zijn natuurlijk veel mensen die dat proberen en jou lukt het elke keer wel. Nou ja, ik denk dat het begint bij een persoonlijke interesse naar het oude ambachtelijke. Dat komt een beetje voort uit, hè, wat ik van mijn ouders en mijn voorvader heb meegekregen. Het ambachtelijk bedrijf, het installatiebedrijf. En zo zijn wij daar wat ingerold. Ik heb dat ook overgenomen van mijn vader. Maar het begint bij een persoonlijke interesse in historie, geschiedenis, bouwgeschiedenis van een gebouw. En hoe kunnen we dat weer een nieuw leven inblazen? Hoe kunnen we het weer herbestemmen? En dat lukt vrij aardig. Nou ja, ik denk dat we afgelopen jaar mooie projecten neergezet hebben. En ik sprak net met iemand en het is inderdaad wat meer je nek uitsteken, wat meer energie erin steken. Maar ik krijg daar zelf meer positieve energie van als dat net wat ambitieuzer ingezet wordt. Dan kun je natuurlijk zelf die bezieling hebben, Tom, maar dat betekent niet, hè? Want je bent niet alleen hierin. Je zult ook mensen mee moeten krijgen. Zeker. Wijd je dat dan alleen aan de enthousiasme en de kennis? Of zit er toch iets meer uit? Wat zeg maar het geheim van de smid, om dan toch even terug te gaan naar de voorvader? Kijk, het is niet uniek wat ik doe. Ik bedoel, er zijn wel andere bedrijven die dat ook doen, of instanties. Als je kijkt naar Os, we doen het ook in andere steden, maar goed voorbereid een plan maken. Met respect naar de historie en de uitstraling van het gebouw en zeker de directe omgeving. En met dat verhaal naar een monumentencommissie gaan, waar altijd natuurlijk discussies ontstaan, of een welstandscommissie, waarvan ik vind dat die gewoon moet blijven in Os. Er zijn er nog meer. Die dat vinden. Okay. Het is toch een politiek café? Ja, hij staat erop, hoor. Zo is het. Nee, maar initiatief kan van ons vandaan komen, maar komen we andere partijen komen. Zo ook bij de nieuwe, ik ga nog geen namen noemen, maar zo ook bij de nieuwe ontvanger dadelijk van de prijs. Ja, en als dat plan goed is en je respecteert een hele hoop, soms moet je concessies doen als je kijkt naar monumentale panden, ja, dan wil je dat neerzetten in de hedendaagse tijd met de hedendaagse wensen of eisenpakket eigenlijk voor de gebruikers, want die is eigenlijk toch de belangrijkste daarin. Ja, dan komt het allemaal wel goed, als het plan maar goed is. Weet je wat ik zo mooi vond, hè? Daarachter was laatst nog zo'n pandje ergens. De gevel werd daar weggehaald, die vreselijke gevels die we overal in Os de binnenstad hebben. En daar was een pareltje erachter te vinden. Zijn er meer van dat soort panden nog in Os? Ja, die zijn er nog wel in Os. Dat is, als je kijkt naar de binnenstad, hè, waar ik toch wat meer actiever mee ben, dan zijn daar zeker achter trespargevels. Ik denk dat er heel veel mensen al weten welk pand het onder andere zou kunnen zijn. Waarvan ik bijvoorbeeld kijk in het pand in de Kerkstraat, waar nu Jacques Esmeijer zat,
daar toevallig, daar zat een metalen beplating tegenaan. En dat wilden we eigenlijk helemaal niet weg hebben. We wilden daar een mooie, strakke, industriële stalen pui op de begane grond maken. Maar uiteindelijk kwamen daar mooie details achteruit. En nou, dat zijn we verder eraf gaan halen. En toen bleek daar een prachtige gemetselde gevel, weliswaar beschadigd, achter te zitten. En de kozijnen moesten wel allemaal vernieuwd worden. Maar ik denk dat in zijn geheel is dat goed gelukt. En inderdaad, daar hadden we geen budget voor gemaakt. En dat was ook niet de bedoeling. Maar uiteindelijk denk ik dat daar wel een pand voor teruggekomen is. Wat een mooiere uitstraling heeft. En ik denk dat juist dat nodig is in het centrum van Os. Want 30 jaar geleden moesten mensen boodschappen gaan doen. En nu hoeven we dat helemaal niet meer te doen. Die gaan nu meer beleven in de stad. Die gaan meer ontmoeten en mensen ontmoeten en recreëren. En daar is uitstraling van gevels ook een hele belangrijke in. Een feit. Ja. Ja. Heren, zullen we gaan naar het lang verwachte moment? Ja. Hoe lang heb je hem nou in bezit gehad, Tom? Ik heb hem... Een jaartje? Ik heb een jaar in bezit gehad. Ik wil graag één opmerking maken. En dan hak ik toch even in op het feit dat we hier bij een politiek café zitten. Dan kijk ik met een linker oog naar de burgemeester, want die zaak dat ik hier ook aanwezig is. Ik hoop dat... Degene die dadelijk de prijs krijgt, die is hem dik en dubbel waard. Die heeft hem verdiend. Maar ik hoop dat de combinatie van Deurzen en de gemeente volgend jaar de prijs in ontvangst mogen krijgen. Omdat ze dan een prachtig, ambitieus plan hebben gelanceerd. Ik hoop dat ze dat gaan doen. Ja. En dat doel je waarschijnlijk op het mooiste gebouw van ons. Ja, dat is een van de... Ik denk wel dat dat gaat gebeuren, maar dat zal nog niet volgend jaar zijn. De procedure die je dan moet volgen en de bouwontwikkelingen. Dan zijn we toch 2,5-3 jaar verder. Maar dat staat bij iedere Ossenaar natuurlijk op zijn verlanglijstje als we over architectuur praten. Ja. Ja. Maar nu. Ik heb Tom Kempkes gevraagd, want het is de laatste die hem gehad heb, om hem door te geven aan de vijfde. En dat is Peters. Projectontwikkeling voor het wooncomplex aan de Molenstraat. En ik heb begrepen dat de heer Jos de Groot hiervoor aanwezig is. Dus het is fijn als die kan komen. En dan, Tom, geef jij. Hallo, Tom. Ja, hij is zwaar, Tom, hoor. Maar van harte gefeliciteerd. De ontwerpsplanning, ja, heb ik toch heel fijn gevonden om te zien hoe dat stukje in de Molenstraat waar de ABN AMRO bank stond, ja, hoe dat veranderd is tegenover de TDL. En het is zeer goed geslaagd. Ja. Mensen praten over detaillering en zo. Maar het nodigt ook weer uit om daar in de omgeving weer te gaan renoveren of aan te gaan passen. Ja. Dus van harte proficiat. Het is hier even... Hartelijk dank. Tom. Jos, laat ik je feliciteren. Dank u wel. Zullen we zuinig op zijn? Ik hoop, als ik dat maar uitspreek, ik hoop dat niet alleen een bedrijf uit Schaik wat meer ambitie toont, maar ook meer bedrijven, vastgoedeigenaren, hun nek kan uitsteken om onder andere, niet alleen in het centrum, maar ook daarbuiten, net iets meer te bieden dan dat er in het verleden is gedaan. Heel mooi. Hartelijk dank. Geef het me een mooi plaatsje. Ik hoop dat ik deze binnen een jaar weer op kom halen bij jou. Ja. Maar dan krijg je een oorkonde als herinnering. Hartelijk dank. Dank u wel. Oké, okay. Dit verdient. Ja, heel veel. Dank u. Ja, zeker. Ja, voor jullie allemaal trouwens. Wat? Nou, het viel net al, het woord welstand. Daar wil ik het heel even kort met jullie alle drie over hebben. Heel kort. Natuurlijk heel even... Prijs namens Peters Bouwbedrijf uit Schaik. Ja. Jos, zo'n oorkonde krijgen. Wist je al dat je hem zou krijgen? Of is dit... je bent hier natuurlijk uitgenodigd, dus je wist dat er iets aan zat te komen. Er zat iets aan te komen, ja. Hoe voelt dit? Dat is heel fijn. Het is heel erg fijn om te merken dat als je... toch serieus extra geld uitgeeft en moeite om een mooie ontwikkeling te maken, dat het door mensen opvalt en dat het gewaardeerd wordt. Dat is heel erg fijn. Niet alleen voor ons, maar vooral ook voor de ambachtslieden die eraan gewerkt hebben. Nou, dat is een compliment naar hun waard. Ja.
Ton refereerde net even aan de welstandscommissie, hè, die wel moet blijven. Je hoort links en rechts in den landen wel eens andere geluiden natuurlijk. Waarom wel, Ton? Nou, er zijn projecten, daar laat ik ook niks moet, natuurlijk, moet blijven, maar er zijn natuurlijk projecten of verbouwingen op, waar geen welstandscommissie voor aan te pas hoeft te komen. Dat snap ik allemaal. Alleen volledig voor elk plan wat er wordt gemaakt, nieuwbouw of verbouw of restauratie of wat dan ook, geen welstand meer inzetten. Dus als bewaker van kwaliteit, maar ook bewaker van geschiedenis en daar respectvol mee omgaan. Ja, dat gaat mij, is mijn mening, gaat te ver. Ik denk dat we dat niet zomaar bijvoorbeeld als eis kunnen stellen. Ja, maar dan laten we de plannen alleen maar maken. Dat is eis dat het allemaal NBA-architecten worden. Dan zal het allemaal wel goed komen. Ja, daar heb ik toch, ik ben nog maar een jonge vent, maar daar heb ik toch te veel al projecten voor gezien. Ook door goede architecten gemaakt die echt, waar de plan compleet misgeslagen werd. En dan denk ik dat je dat niet moet gaan creëren in Os. Waar? Juist in het verleden, mag best gezegd worden, we gaan er niet te veel naar over hebben, maar waar wel te veel mooie panden zijn verloren gegaan. Mag je best zeggen, want het is gewoon een feit, toch? Ja, daarom is het al vaak gezegd. Ja, sommige dingen mag je blijven herhalen, vind ik. Daar sluit ik natuurlijk helemaal bij je aan, hè, maar de kans blijft gewoon bestaan, en die is denk ik redelijk groot, dat er echt misstanden kunnen gaan gebeuren in de architectuur en de openbare ruimte, en zeker zo'n centrum. Daar leeft een hele gemeenschap doorheen. En des te aantrekkelijker dat is. Dat is ook bij jezelf thuis. Hè, als het daar goed voelt. Hè, als het dan schoon is. Dus, hè, dan krijg je gewoon een andere inborst. Hè, als wanneer er maar aangerotseld wordt. En zo'n commissie die moet er gewoon voor waken. Dat de kwaliteit heel redelijk blijft. Het hoeven niet allemaal pareltjes te zijn. Hè, maar het moet verantwoord zijn. Jos, jij deelt die mening? Absoluut. Ik denk dat er altijd instanties zullen moeten zijn die de kwaliteit bewaken. We leven in een maatschappij waar duurzaamheid steeds meer omarmd wordt door iedereen. Ik denk dat de ultieme manier van duurzaam bouwen is mooie gebouwen maken. Van mooie gebouwen mogen van iedereen blijven staan. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Gefeliciteerd nogmaals met de prijs. Dankjewel voor jullie komst, Ton Kempers, Ton Maria Nijhoff, Jos de Groot. Heren, dank jullie wel. Hartelijk dank. Dankjewel. Feyenoord is kampioen. Oh, nog één minuut. Dus Feyenoord is nog geen kampioen. Gitaarvirtuozen die samenwerking zoeken, dat is iets wat we in Zout vaker hebben gezien. Dat gegeven laat echter onverlet dat het elke keer weer een verrassing is wat dat samenspel ons gaat brengen. En met u zijn we ook benieuwd. Uw aandacht voor Bram Huygen en Leon Hoeks. Otherwise known als Huygen en Hoeks. Thank you.
Dankjewel, Huygen en Hoeks. Alle onderwerpen in deze zout hebben wel een link met Os. Of hij zich daardoor heeft laten inspireren, weten we niet. Wel dat hij ons alle inmiddels al jaren weet te boeien met columns over het verleden, het heden en de toekomst van deze stad en haar omgeving. Hier is stadsgids Jan Nulijn. Beste mensen, ik word vanmiddag eens hebben over een hond. En een herdershond. En een nijenherder. Hier komt het. In juli 2013 was ik in de zaterdag gast hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, Regio Os. Bij de verbespreking met Hans van Alenbeek vroeg hij aan me of ik nog wensen had. Ja, die had ik. Een interview van hem met Pastoor Menne, waarop Hans me in de zucht zin: tel door maar niet op. Hij begint al te blaffen als je de B en de D van onze krant ziet. Het is er nooit meer van gekomen. Maar toch docht ik er nog duk aan. Aan die blaffende hond. Die een herdershond. Beschermer van ons geloof. Maar wel een beetje bijterig. Ik heb al die een tijd wel goed met hem door één deur kunnen. Want toen hij 40 jaar priester was, mocht ik, nadat de religieuze plechtigheid en de receptie voorbij waren, met zijn familie een paar uren de stad in. Wat feest. 8 mannetjes. 8 met een koude kant. 8 Lieseltse van geboorte. De streek van Toon Kortooms. Hendrik van Ham. De gebroeders Beekman. Mijn kinderen eten turf. Parochie in de Peel. De tijd die vloog voorbij. Het laatste stukje van de wandeling sloot onze herdershond bij ons aan. En een echte, blije hond. Hij sprong van links naar rechts, van voren naar achteren, zo had ik hem nog nooit meegemaakt. Een ravottende kor. Tot de pastorie. Toen was weer meneer Pastoor. Bij een van de koffiepauzes in de pastorie kregen we proot over het kerkelijk afscheid. Als je dood waard. Ik bedoelde mijn uitgeleide. Ik zag mijn kans schoon. Meneer Pastoor, zin ik, stel dat als ik dood ben, in Oudkerk alleen een avondwaken wil en geen uitvaart. Kan dat? Want die regie wil ik om me nagehouden. Hij blafte net niet. Maar ik heb nog nooit een herder zo buus zien knikken. Nee, zin niet. Dus vroeg ik, dat kan niet. Weer dezelfde nee-knik. Dan zijn we eruit, zei was mijn antwoord. Je kunt aan mij een bietje verdienen of niks, maar ik denk dat niks werd. En zo bleef het. We protten er niet meer over. Afgesloten hoofdstuk. Tot dat bericht kwam dat mijn hond, gezien zijn leeftijd, op zijn eigen ging wonen. Met emiriaat noemen ze dat in herdkringen. Hij mocht nog wel blaffen, maar dan in zijn eigen. Hij ging ons uit, dus hoefde hij ook niet meer te kwispelen of te blaffen. Nog één keer blonk hij in alle staten, zonder interview. Maar hij lot er een onuitwisbare indruk achter. Afijn, de kooi en de ren weer schoongemaakt en er kwamen een eienhond. Ook een herder, maar dan 2.0. En een herder hoe kant anders, door de schupjes wol geverfd. Roland Kersenmakers. Een jonge hond in het herdersvak. Hij wil met iedereen kennis maken. Sta open voor de pers, wil zogezegd met iedereen meekwispelen en ik waardoor natuurlijk benijd nog. Tot op een morgen, we zaten, mijn Hedwig en ik, aan de koffie, de telefoon ge. Met Roland Kersenmakers, de nieuwe pastoor. Ik verschoot zo, dag spontaan zin. Dag meneer pastoor, van verassing, in al mijn verbouwereerdheid één er vergetend. Denkend om een avondwaker en uitvaart. Hij wil kennis maken met een tas koffie en wat platte brood. Ik was bereid. Ik bel aan bij de pastorie. En zoals zoveel ossenaren dacht ik, zal mijn benieuwen. De voordeur ging open en doorstet hij. Onze nijen herder. Ontwapenend, bekant kwetsbaar en een warm gevoel kwam over me heen. Ik had zoveel te vragen en te zeggen, maar het kwam er niet van. Hij vertelde over zijn jeugd, zijn familie, zijn roeping. Hij had in arm streken gewerkt.
Het gesprek wierde een aanklacht tegen Uilenmoei. In het begin dacht ik, over een half uur dan weet ik het wel, dan weet ik wel van Wanten. Ik geef dan Hedder een buksje over Os en een leesplankje en als hij quiz speelt, dan verstaan we elkaar. Maar het pakte anders uit. Toen ik anderhalf uur later naar huis liep, had ik veel werk mijn ogen droog te houden. De nije pastoor is voor mij een herder, waar ik en ik denk veel mensen een hond hebben gevonden die laat zien dat hij er is, maar op een manier die wij sympathiek vinden. Roland is geen naam voor een hond, maar wel voor onze herder. Onze nije herder. Dankjewel. Dankjewel, Jan Ulijn. We hebben inmiddels mogen proeven en het smaakt naar meer. Een jongere man en een wat oudere heer. Hier zijn Huygen en Hoeks vooral weer een tweede keer.
Directeur, politicus, voorzitter, cabaretier, fietser, schaker en columnist. Een kleine greep uit het zijn van deze man. Een hoofd wat nooit verbrandt door alle petten die hij kan dragen. Uw aandacht voor zijn greep uit de hoge hoed. Hier is Theo van Duren. Goedemiddag. Vanmiddag een keer voor het eerst, want ik heb het even nagekeken, een column over emancipatie, de vrouwenemancipatie. En hij heet Op de Kast. Een ijzingwekkende kreet in de nacht. Ik hoorde hem in de diepst van mijn dromen, het is jaren geleden alweer, en waar de droom over ging weet ik niet meer. Wat ik nog wel weet, is dat ik de kreet niet gecombineerd kreeg met het verhaal waarin ik was aanbeland, want mijn dromen zijn altijd vrolijk van aard. Goede tijden of slechte tijden, maakt niet uit. Het komt zelfs wel eens voor dat mijn vrouw wakker schrikt omdat ik slapend aan het schateren ben. Maar goed, terug naar die kreet. Pas bij de tweede schoot ik overeind in bed. Dan duurt het altijd even voordat ik het allemaal weer op een rijtje heb. En dat rijtje was ik meteen weer kwijt toen ik het lampje aanknipte. Mijn vrouw zat op de kast. Dat is al bijzonder natuurlijk, want er is gewoon een bed. Maar bovendien was het een Henry II-kast. Ik weet niet of jullie die kennen, daar kun je niet op zitten. Het was dan ook een ingewikkelde positie waarin ze zich had gemanoeuvreerd, ergens tussen hang, zit en lig in, waarbij ze zich vastklampt aan het blad en aan een openstaand deurtje van de bovenkast. Met een panische blik in haar ogen staarde ze me aan als versteend en ze zei jammerend: een muis. Er is een muis in bed en hij zat op je schouder. Oeh, Theo, Theo, doe iets. Zo'n tafereel, enkele seconden na een gezellige droom, vergt enig schakelen. Eenmaal bij de les kwam ik al snel tot de conclusie dat alleen rigoureus ingrijpen met een bezem de nachtrust kon doen weerkeren. En niet veel later had ik de muis te pakken. Het bleek een veldmuisje. Zo'n Disney-figuurtje met een spits snuitje en van die kangeroepootjes, maar dan wel dood. Een vrouw in hoge nood hulp schieten is normaal gesproken heldhaftig. In dit geval echter was er al weinig reden voor het triomfantalisme. Maar toen ze ook nog bij de aanblik van het dode muisje zei: ach, geut, wat een snoesje. Toen restte er slechts een gevoel van miserigheid toen ik het muisje in de kliko kieperde. Vorige week zaterdag klonk ze ongeveer dezelfde ijzingwekkende kreet, maar dan vanuit onze binnentuin in Ravenstein. Dit keer hoorde ik hem niet, omdat ik een eindje verderop in de stad aan een groep mensen aan het uitleggen was waarom de klok van Ravenstein, van de Luciakerk, 3 uur achterloopt. Wie het wil weten, dat vertel ik straks wel. Bij thuiskomst trof ik mijn vrouw aan in de keuken. Ze had zich uitgebreid gedoucht, haar kleren in de wasmachine gedaan en was nog steeds overstuur van wat haar was overkomen. Een rat dit keer. Erger kan niet. Muizen is paniek, ratten horror. Wat was er gebeurd? Ze was de hele middag bezig geweest met fleurige bloemetjes planten in de opgemetselde bakken van de binnentuin. En om die water te geven liep ze telkens met haar gieter het donkere schuurtje in. En achterin, in dat schuurtje, is een kraan die druppelt. En daarom heb ik er een speciekuip onder gezet. In het duister drukte ze dus telkens die gieter in die speciekuip onder water en liep ermee naar buiten en besproeide de bloemetjes. Het viel haar op dat er een misselijkmakende lucht van het water kwam. Tijd om die kuipers goed schoon te maken, vond ze. Terwijl ze naar buiten droeg, het daglicht in, zag ze waar die lucht vandaan kwam. Een dode rat dreef in het water. En al heel lang zag ik, toen ik hem eruit viste en in een vuilniszak liet zakken. Want uiteraard was het weer aan de man om het vuile werk op te knappen. Terwijl ik met de verdronken rat in de vuilniszak door de Marktstraat liep richting container, kwam ik een stadgenote tegen die zich zeer inzet voor vrouwenrechten. Wat zijn ze toch slim, die vrouwen, dacht ik, terwijl ze me vriendelijk groeten. Heel veel heibel maken over glazen plafonds bij topbanen en mondje dicht over een schrijnende achterstand bij de ongediertebestrijding en de vuilophaaldienst. Dank je wel. Dankjewel, Theo. En daar op moederdag. Zonder zang laten zij de muziek spreken. Een melodie die vertelt, prikkelt en meesleept. De fantasie haar lopen laten en genieten van de invulling die hun noten het geven. Mooier kan ik het niet maken. Maar deze heren wel. Voor de laatste keer deze middag zijn die Bram Huigen en Leon Hoeks. MUZIEK.
Dankjewel, Bram Huygen, Leon Hoeks. Hij is opgegroeid in Twente, maar al meer dan 30 jaar werkzaam geweest als huisarts in Herpen. In 2007 kwam hij als eerste huisarts in aanraking met de Q-koortsuitbraak. En hij heeft zich in de jaren daarna min of meer tot de Nederlandse Q-koortsdeskundige ontwikkeld. Hij is lid van het Brabants kennisnetwerk Zoonose en actief als adviseur van de stichting Q-Support. Mark, een hartelijk welkom voor Alfons Olde Lohuis. Van tevoren afgesproken hebben we elkaar getutoieerd, Alfons, dus dat doen we dan ook. Mag ik ook Stijn en René zeggen? Jazeker. Nee. Alfons, sowieso welkom bij Zout natuurlijk. In 2007, als een van de eerste narekingen gekomen met die grote Q-koortsuitbraak, nou, dan mogen we u inmiddels toch wel een beetje een Q-koortsdeskundige noemen. Maar Q-koorts dekt die naam de inhoud wel voldoende. Maar laten we daar eens mee beginnen. Toen ik het voor de eerste keer van hoorde, dacht ik inderdaad,
Q-koorts, nou Q, dat zijn we niet zoveel, maar de koorts, dat hebben we allemaal weer een keer gehad. Is dat nou zo heftig? Ja, ik snap jouw vraag. Q-koorts dekt wel de lading, toch wel. Q staat voor query, raadselachtig. En zelfs nu, eigenlijk 10 jaar nadat mijn collega Rob en ik, want ik noem mijn maatje er ook altijd bij, omdat we behoorlijk de wet niet echt heel uitgebreid naar onze alarmkreten geluisterd. Maar toen we die ontdekten, vanaf die tijd zijn nog steeds de Q, het raadselachtige, is gebleven. Het is echt een hele aparte infectieziekte. Ja, want dat is goed dat u erbij zegt. Want bij koorts, ja, goed, oké. Okay, nou, ik heb een keer verhoging, pak een paracetamoltje, een paar dagjes rust, dan ben ik er wel vanaf. Nou, dus bij Q-koorts bepaalt niet aan de orde. Nee, mag je ook niet zeggen. Bij Q-koorts is het zo dat als je besmet wordt, hè, zo is het ooit ook ontdekt in Australië. Er waren een hele groot peloton Australische militairen en die gingen langs een schapenverblijf. En ineens was 40% hartstikke ziek. En 60% niet. Zo gaat Q-koorts. En die 40% die houden dan ook vaak heel lang last. Niet allemaal, maar een groot gedeelte ervan. Waarvoor klachten praten we dan? De klachten van de restklachten van de Q-koorts. Ja, daar ga ik iets over Q-koorts vertellen. Q-koorts is een acute infectie. Dat is nu wel een beetje voorbij. Alle geiten worden gevaccineerd en dat is maar goed ook. Maar er zijn heel veel mensen besmet geweest in de jaren 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, totdat de geiten gevaccineerd werden. En die mensen die ervan ziek zijn geweest, die kunnen 2 dingen krijgen. Of je wordt beter, of niet. En als je niet beter wordt, hou je heel lang last. Dat is de vorm die wij noemen QVS, de vermoeidheid naar Q-koorts. Die mensen hebben geen erg levende bacterie meer in zich, maar hebben er nog heel lang last van. Dus, en daar vroeg je net naar, dat is wanneer je griep hebt gehad, en dan voel je gewoon een paar dagen daarna, voel je alles toch pijn, je spieren, je zweet s'nachts nog, en je kunt niet goed helder na. Nou, dat hebben die mensen, niet een week, niet een maand, maar minimaal een half jaar, en meer waarschijnlijk 8 tot 10 jaar. Dat is nog niet helemaal helder dus, want u zegt meer waarschijnlijk. Nee, die klachten zijn heel helder. Maar wij weten, doordat wij de grootste epidemie hebben ter wereld, komen we er nu pas achter dat die klachten veel langer aanhouden. En dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Okay. Het blijkt dat die bacterie dus nog veel langer eigenlijk wat alarmsignalen door je lichaam gaat sturen. De andere ziekte is de chronische Q-koorts. De chronische Q-koorts, daar hoef je niet ziek van te zijn geweest, maar het zijn vooral de mensen die wat ouder zijn of kwetsbaar zijn, slechte vaten hebben, chemotherapie. En die kunnen chronische Q-koorts krijgen. En dat is een heel erg moeilijke ziekte om te ontdekken. Die, als je er niet aan denkt, ontdek je het niet. Ja, want je refereert net al naar Australië. Daar komt de term Q-koorts dan vandaan. Ja. Jaren 30 vorige eeuw. Ja, klopt. 38, ja. Ja, om nog even te logisch straffen van hoe moeilijk het dus is om te weten wat iets is. En wat het precies doet. Ja. En nu hebben we dan in Nederland een hele grote epidemie. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar nog steeds is het echt heel ingewikkeld. En is het dan puur toeval geweest dat 80 jaar later opduikt in een dorpje dat herp heet? Ja, zo staat het in de boeken. Dat is dus niet. Het is gekomen doordat wij met heel veel dieren en mensen samenleven in Brabant. We hadden gehad Monte Clausia, de varkenspest. Alle stallen, veel varkensstallen, zeg maar, waren leeg. En men dacht, we willen dat niet meer. We beginnen met een nieuw dier. En ze hadden gehoord van geiten. Geiten, niet de geitjes zoals op een boerderijtje, maar de melkgeiten. Dat zijn mooie, grote, vriendelijke dieren. En die geven veel melk, goede melk. En daar begon men mee. Wij waren naïef als Nederland dat we ineens een hele grote groep, 300.000 geiten in Nederland lieten. En zodoende kwamen er ineens nieuwe infectieziektes naar voren. En dat begon een beetje ten noorden van Den Bosch. En dat draaide een beetje met de klok mee. En dat kwam dus op een gegeven moment ook in Herpen, in 2007. En daar zagen wij dus al die zieke mensen.
Maar u zegt naïef. Is dat naïef met de wijsheid van nu? Of hadden we toen ook al wel kunnen weten dat het eigenlijk naïef in beide zin van het woord. Dus naïef dat als je zomaar ineens... je kunt het vergelijken met, ik weet niet of jullie dat weten, in Noord-Amerika, daar kwamen wij Europeanen binnen en we brachten daar de griep mee en al die Indianen gingen dood aan de griep. Dat is naïef. En naïef ook wel een beetje dat je denkt van, kun je zomaar ineens 300.000 geiten zomaar ineens gaan platen? Is dat niet een beetje kort door de bocht? We hadden al miljoenen varkens en we hadden koeien. En... Ja, maar dat is langer gegroeid, hè? Maar ook een beetje naïef, ja. U heeft Noord-Brabant wel eens Klein China genoemd. Ja, nog steeds, ja. Wilt u dat uitleggen? Ja, eigenlijk heel eenvoudig. Gewoon in het Nederlands dan. Ja, wij zijn de provincie met de meeste mensen en de meeste dieren op een ongelooflijk klein oppervlak. Het is gewoon... Ik heb dus wel aan meerdere onderzoeken meegedaan en... Ik heb ook meegedaan aan het onderzoek van volksgezondheid omwonenden van veestallen. En wat mij frappeerde is dat als je een straal trekt van 2 kilometer waar mensen wonen, dat er in Brabant, in de Peel en ook onze regio, dat je de kans dat je maar 1 of 2 bedrijven in je omgeving hebt, is bijna nul. De kans is gemiddeld dat je 18 tot 20 bedrijven in een straal van 2 kilometer hebt. Dat is te veel. Ik vind het veel. Te veel? Nee, ik probeer. Ik ben niet een actievoerder. Ik denk alleen dat het zorg is om hier zorgvuldig mee om te gaan. En daarom heb ik ook dat Brabants kennisnetwerk opgezet. Ja, want er is wel degelijk een correlatie tussen de hoeveelheid dieren dicht bij mensen en de uitbraak van bijvoorbeeld Q-koorts. Absoluut, absoluut. Maar er is ook een correlatie tussen te weinig met dieren en ook meer ziektes. Dus de kunst is verstandig, wijs ermee om te gaan. Dus als je helemaal niks in contact met dieren hebt, is het ook niet helemaal goed. Maar te veel is zeker niet goed. Nee, er zijn inmiddels 67 mensen aan overleden. Aan de Q-koorts, minimaal. Ja. Minimaal. Ja, wat we weten inderdaad dan vastgesteld dat het Q-koorts is. Het heeft heel lang geduurd, hè, want in 2007 was die uitbraak... In het begin wist niemand wat het was, maar het heeft toch verdomd lang geduurd voordat de Q-koorts ook in Den Haag was gearriveerd. Ja. Er zijn mensen die zeggen van als het in Amsterdam was uitgebroken, dan was dat heel anders geweest. Ja. En nu dachten ze in Noordoost-Brabant, ach... Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja? Ja, dat zeg ik niet alleen, dat zegt Wim van der Donk ook. De weg van hier naar Den Haag is korter als van Den Haag naar hier. Scheelde gewoon wat. Ja, schandalig eigenlijk. Maar goed. Maar daar kunnen wij... Nee, dan kunnen wij hier aan tafel... Nee, maar als het in Amsterdam was uitgekomen, was de wereld klein geweest. Ja. 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 En vervolgens is er ook nog een hele discussie ontstaan over de manier waarop de overheid heeft gereageerd op die uitbraak van de Q-koorts en op al die zieke mensen. Ja. En uiteindelijk zelfs dode mensen. Het verwijt was de economische belangen die krijgen... Die wegen zwaarder dan het belang van de volksgezondheid. Als huisarts... heb je meteen gezegd van ja, dat is zo. Ja, dat is ook zo. En dan is er een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Nou, de ziekte werd in men werd een beetje werd een beetje miskend. Zo van, god ja, is een uitbraak, ziek, kun je koorts van krijgen, hoofdpijn en een longontsteking. En het werd onderschat hoe heftig het is. En ik zit nu al 10 jaar met die mensen te praten die allemaal Q-koorts hebben gehad. En nog elke keer ben ik onder de indruk van de heftigheid van de klachten. Van de lastigheid om het te ontdekken. Wat dus ook op mijn agenda staat om het met dat huisartsen, specialisten er toch iets beter aan leren denken. Want het is nog steeds actueel. Wat heeft het met jou gedaan, Alfons? Ja. We zijn 10 jaar al zeer actief bezig. Ik las dat ook in de uitnodiging, ja. Ik was gewoon een echte huisarts, met hart en ziel. En ook aan de universiteit verbonden. Maar ik kwam toen die Q-koorts uitbrak, dacht ik van... Ah, ik zag natuurlijk heel veel mensen
die vrienden van mij waren in Herpen, die Q-korts hadden gehad. En ineens waren ze er niet meer op onze spelletjesavond of fietsclub. Maanden, jaren waren die mensen weg. En ik dacht, hier moeten we zorg aan besteden. Dat is één. En ik kwam er ook achter, want ik was al heel lang huisarts in Herpen. En mijn kinderen reden paard. En in Herpen kun je nog op paard door de dorpstraat of door de grote straat gaan. Maar ik kwam er toen pas achter dat er zoveel bedrijven waren waar ik helemaal geen weet van had. En bovendien kwam ik erachter dat als er infecties zijn, wat steeds meer gaat voorkomen, zijn ze in meer dan 70% van dierlijke afkomst. Dus het is iets om voor te vechten. En dat ben ik dus gaan doen. Nog steeds? Ja, nog steeds. Want jij hebt ook iets van een oplossing, One Health? Dat is geen oplossing. Ah, mooi. One Health is helemaal geen oplossing. Oplossingen heb ik zo niet. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat wij als mensen goed bedenken dat er ook dieren zijn en mogen zijn, maar wel in een evenwichtig geheel, maar ook de natuur. En dat wij de partners die daarin zijn, dus de dierenartsen, die weten ook vaak heel veel van zulke zaken. Dat je daar af en toe eens mee spreekt, mee deelt. En ook gewoon bedenkt van, wij mensen zijn maar gewoon een klein stukje in deze wereld. En dat is een kunst om die goed te behouden. Nou, bijvoorbeeld die samenwerking, die gesprekken, want dat zijn dingen die totaal ontbreken hebben natuurlijk bij de uitbraak. Totaal geen regie. Nee. Nee. Dan kan ik me ook voorstellen dat patiënten, behalve dat ze natuurlijk fysiek ziek zijn, maar ook nog heel veel last krijgen van het feit van dat ze niet erkend worden. Dat absoluut, ze ziek worden. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, dat is echt heel, heel erg pijnlijk hoe je ziet dat mensen die gewoon midden in leven stonden, teruggeslagen worden en dan op alle fronten wegglijden. Vaak kleine zelfstandigen, niet voldoende verzekerd, krijgen ze gedonden met de UWV, thuis. Als je ziek bent, dan hou je alleen maar bezig met jezelf. Dan heb je geen aandacht meer voor je buren. En je trek je in jezelf. En nou, dat is waar ook goed is dat Q-support ervoor is gekomen, dat er lijnen zijn gemaakt om die mensen een klein beetje te ondersteunen. Maar ja, je noemt het al, Q-support, ooit begonnen met 10 miljoen euro. Ja. Maar het lijkt nou alweer helemaal te verdwijnen. Dat weet ik niet. Het dreigt te verdwijnen. Q-support is opgestart met 10 miljoen euro. Dat klinkt heel veel. Maar het was bedoeld voor ongeveer maximaal 350 patiënten. Dat was een beetje de begroting. Daar is Q-support nu al dik en dik overheen. Zijn bijna 1000 mensen. Die dus, moet je bedenken, 10 jaar na de infectie nog dagelijks geconfronteerd worden met allerlei klachten. Kun je nagaan wat de impact ervan is. En dus daaraan is het geld eigenlijk een beetje op en komt Q-support tekort. Maar ik heb wel de overtuiging dat je dit niet zomaar kunt laten. Wat zou het betekenen als het echt wegvalt? Nou, dat er een hele hoop kennis, lijnen, bewegingen ook bij UWV, gezondheids, samenwerking met specialisten, maar ook mensen die deskundig zijn om mensen te kunnen begeleiden, dat wegvalt. Zo echt een. Neem je terug bij af dan? Ja, meer zeggen? Dan af. Okay. En een van de belangrijkste dingen is dat we van de Q-koorts-epidemie, die wereldwijd de grootste is geweest, kunnen leren om er iets beter mee om te gaan. Want okay. Het is niet. Ja. Het is zeker dat er een nieuwe infectie komt. Ja, het is heel actueel weer, hè? Natuurlijk over schaalvergroting weer met boerenbedrijven en dergelijke. Dus dat is zo, ja, dit gaat voorlopig niet weg. Ik gebruik voor het onderwijs, mag ik daar nog iets over zeggen? Voor het onderwijs gebruik ik altijd een filmpje wat ik ook heb mee opgenomen bij Zembla. En dat is toen vroeger de pest kwam, en die kwam uit China. Dat duurde ongeveer 4-5 jaar voordat die in Italië was en nog een jaar later was die ook in Amsterdam. Beroemde quarantaine. Ja, maar als er nu een uitbraak komt, ofwel via een vogelgriep, maar ook uit Afrika of waar dan ook, dan is het binnen 48 uur, zijn er 12 miljoen mensen besmet. Wij moeten een beetje
zorgvuldig omgaan met het risico van infectie. Ik maak mensen helemaal niet bang. Je kunt alles doen. Maar wees een beetje verstandig met wat je doet. Je zou zeggen dat ook de overheid daar iets aan gelegen zou moeten zijn. Dat is die ook wel hoor, denk ik. Maar hoe verklaren we dan dat uw support toch aan een zijde draadje hangt? Ja, nogmaals, ik ben misschien toch wel politiek. Ik vind zou het ook echt wel mooi om een beetje mee te strooien. Maar ik heb ook overtuiging dat politici en bijvoorbeeld minister Schippers, die is nu afwezig vanwege de dingen. Die heeft ook echt het One Health omarmd. We hadden 3 dagen voor de verkiezingen hebben we meegemaakt in, wat was het, in maart, dat premier Rutte, ja, ik weet steeds het, aan het gehoord, excuses aanbood aan alle Q-koorts patiënten en de nabestaanden van de mensen die overleden zijn. Ja. En hij zei erbij, hij zei er in elk geval bij, we mogen die mensen niet in de kou laten staan. Is dat dan terecht? En nu is er verlammende stilte. Oké. Absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het kan niet zo zijn dat daar niet iets gebeurt. En ik spreek ook wel eens in de provinciale staten enzovoorts. Daar hebben ook mensen toch wel. Hier de gemeente, onze burgemeester, men wil iets houden. Ja. Dus ik geloof echt wel dat er iets komt. Maar nogmaals, de verlammende stilte uit Den Haag is wederom groot. Tijd voor een flinke schreeuw, die kant op. Ja, zout meenemen daar naartoe. Laatste vraag, afkomstig uit het oosten. 30 jaar in Brabant. Ja. We hebben hier net een gesprek gehad over de drugscultuur. Ja. Iets van meegekregen in al die tijd? Ja. Ik vind niet wegkijken essentieel in deze tijd. Ik denk dat de belangrijkste boodschap is van eigenlijk de hele thema's hier van vandaag. Niet wegkijken. Niet wegkijken is niet klikken, maar is gewoon een beetje het lef hebben om je ogen open te hebben en te denken van, is dit... Want wij leven in een grofmazige maatschappij waarin iedereen heel makkelijk op zichzelf allerlei dingen kan doen. En ik denk dat een beetje meer samen ons heel veel... Want in alle dorpen worden drugs gebruikt. Ja, in zeker. Herpen is dat niet anders. Absoluut. Maak je dat als huisarts? Ja. Krijg je dat dan op tafel, op je bordje? Ja. Ja. Hoe ziet er dat uit dan, dat bordje? Ja, Herpen is het dorp. Ik praat niet over de patiënten. Maar in Herpen is zeker, en ik heb het ook heel veel meegemaakt. Ook veel hennepkwekerijen en drugscultuur. En ook de zorg voor scholen. Maar dat vond ik wel heel goed van mevrouw Buijs. De scholen, dat kinderen al niet te vroeg daarmee contact komen. Daar hebben wij ook ons behoorlijk voor hard gemaakt. Ik vind niet wegkijken een hele mooie afsluiting van dit gesprek. Ja. Dames en heren, Alfons Olde Lohuis. Ja, zoals altijd staan ze alweer klaar op tekst van Johan Berendsen. Op gitaar begeleid door Leon Hoeks is hier Willeke met het Zoutse lotlied. Peter Peters maakt het mooier, is nu door de kring erkend. Wist een bank te renoveren, hij verbouwde daar de tent. Dijsselbloem heeft hem ontboden, hij wil heel graag in de leer. Wil een bank voor mensen maken, wordt de bank weer een meneer. Ik zou er wel willen wonen, vind het ook een prachtig thuis. Mogen jullie komen slapen, er is een plekje in de kluis. En dat is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout, dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidouidouidouidam. Bidou.
Was het in Amsterdam gestart, stak het de kop op in 010. Dan was ons land te klein geworden, zo'n rel had je nooit gezien. Den Haag sloot de hand voor ogen, hadden van de koorts geen last. Oldenlohuis, een legende, bleek een huisarts van Stavast. Bond de strijd met het systeem aan, houd dat nog een tijdje vol. Gezondheid gaat boven de geiten, geld speelt een te grote rol. Want het is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout, dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidoui-doui-doui-dum. Wilt u nog wat plantjes telen? Heeft u nog een oude schuur? Wilt u vaten misschien dumpen? Heeft u een zoldertje te huur? Pilletjes om fijn te dansen? Ach, dat kan toch echt geen kwaad? U heeft de burger horen zeggen, u steunt zo het syndicaat. U kent nog de ossenbende, zwarte tijd, de stad was ziek. Gaat de tijd zich nu herhalen? Is dat voor Brabant de tragiek? Want het is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout, dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidoui, doui, doui. Het zout is erop. De redactie van dit programma was deze keer in handen van Jules Iding, Johan Berendsen, Jurgen Pigmans en Renier van de Giessen. Productie Jules Iding. Jan Ulijn en Theo van Duren waren onze columnisten. De tekst van het zoutlied van Johan Berendsen werd gezongen door Willeke Berendsen, op gitaar begeleid door Leon Hoeks. De muzikale onderbrekingen werden vakkundig verzorgd door Bram Huigen en Leon Hoeks. De organisatie deden Paul Peters, Wim van Dorst, Jan van der Doelen, Sjaak Bloks, Willy Bloks, Christa Koolman en Hans van Leeuwen. Techniek was in handen van Han Pannenkoek, Roy Marques en Hanno Siegers. Foto's werden gemaakt door Hans van der Poel. Die foto's kunt u zien op onze website www.fotocafé.zout.nl. Deze website wordt beheerd door Jaap van der Doelen. Zout is een initiatief van Jules Iding en wordt mede mogelijk gemaakt bij de SP-afdeling Ossen en Cultuurpodium De Groene Engel. Eindredactiepresentatie Stijn Steenbaks met speciale dank voor René van der Lee. Wij danken Tom Meijhoff, Tom Kemkens, Jos de Grote, Wiene Buijs, Jan Tromp en Alfons Olde-Lohuis voor hun komst naar Zout. En graag zien we u terug op zondag 8 oktober 2017. En namens Zout alvast voor u allen een fijne vakantie. Geniet ervan en gezond weer terug. Dank u wel.